Net voor de jaarwisseling ontplofte het internet toen bekend werd dat Gypsy Rose Blanchard, die in de gevangenis belandde na de moord op haar eigen moeder, werd vrijgelaten uit de gevangenis. Gypsy heeft een gevangenisstraf uitgezeten van 10 jaar. Veel van jullie zullen haar verhaal vast kennen. Laten we je geheugen even opfrissen. Waarom heeft ze haar moeder laten vermoorden? En waarom heeft ze een relatief lage straf gekregen? In deze video vertel ik je het hele verhaal. Gypsy Rose Blanchard werd geboren op 27 juli 1991, als dochter van Rod Blanchard en Claudine Blanchard. Claudine werd ook wel Didi genoemd. Kort na haar geboorte, scheidden haar ouders. Haar ouders waren getrouwd toen ze erachter kwamen dat Didi zwanger was, maar Rod had na een aantal maanden spijt van het huwelijk en wilde scheiden. Hij was alleen met haar getrouwd omdat ze zwanger was, maar was niet echt verliefd op haar. Wel beloofde hij om betrokken te blijven bij Gypsy en om financieel bij te staan. De moeder van Gypsy leed aan het syndroom van Münchhausen bij proxy. Dat is een psychische aandoening waarbij patiënten bewust gevingeerde ziektes bij iemand anders, vaak hun kind, herhaaldelijk laten behandelen om medelijden op te wekken en aandacht te trekken. Het is een zware vorm van kindermishandeling. Als Gypsy slechts drie maanden oud is, is haar moeder ervan overtuigd dat ze leidt aan slaapapneu. Artsen kunnen daar echter geen bewijs voor vinden en sturen moeder en dochter weer naar huis maar desondanks houdt Didi vol dat er wat mis is met Gypsy. Didi zette onder andere haar zogezegd fysiek en mentaal gehandicapte, ernstig zieke dochter vanaf haar achtste in een rolstoel, terwijl dat helemaal niet nodig was. Ze liet haar voeden via een zonde, liet haar hoofdkaal scheren, en praatte haar onder andere leukemie, epilepsie en een spierziekte aan. Tevens beweerde ze dat haar dochter de mentale leeftijd had van iemand van zeven jaar. Even voor de duidelijkheid, Gypsy was een kerngezond kind, maar haar moeder had mentale problemen. Didi wist ook nog eens een munt te verdienen aan haar leugens. Ze woonden in een roze huis van een non-profit organisatie en kregen vanuit meerdere hoeken geld en tripjes aangeboden. In 2005 wordt het huis van moeder en dochter verwoest door de orkaan Katrina en daardoor zijn alle medische gegevens van Gypsy verdwenen. Didi besluit op dat moment te verhuizen naar Springfield, waar niemand hen kent. Dit huis hadden ze gekregen van een stichting. Het huis was geheel aangepast op Gypsy. Ook ontvingen ze veel giften, zoals door liefdadigheid gesponsorde concertkaartjes, een dagje naar Disney World of gratis vliegtickets. Een nieuwe omgeving biedt haar de kans opnieuw te liegen over de medische aandoeningen van haar dochter. Ze ging zelfs zo ver dat ze de data op Gypsy haar geboorteakte veranderde om haar dochter jonger te laten lijken. Veel verzorgers gingen mee in wat Didi wilde. Ze had een verpleegstersopleiding gehad. Waardoor ze symptomen nauwkeurig kon beschrijven. Soms gaf ze Gypsy zelfs medicijnen om bepaalde aandoeningen na te bootsen. Toen Gypsy oud genoeg was om te praten, instrueerde haar moeder haar om geen informatie te geven tijdens hun doktersafspraken, alleen haar moeder mocht vertellen waar ze aan leed. Toen Gypsy 14 jaar oud was, bezocht ze een neuroloog in Missouri, die geloofde dat ze slachtoffer was van het münchhausen byproxy syndroom. Deze arts meldde haar geval echter nooit bij de autoriteiten. In latere interviews verklaarde hij van mening te zijn dat er niet genoeg bewijs was om op dat moment over te gaan tot actie. In 2009 werd een anonieme melding gedaan bij de autoriteiten dat Didi's verhaal over de kwalen van Gypsy geen medische basis had. Dit resulteerde in twee bezoeken van maatschappelijk werkers aan hun huis, maar Didi overtuigde hen ervan dat er niets aan de hand was. Didi kon daarom weer rustig doorgaan met de gestoorde mishandeling van haar dochter. Gypsy werd ouder en begon zelf in de gaten te krijgen hoe de vork in de steel zat. In 2011 probeerde ze dan ook te ontsnappen aan haar moeder door mee te gaan met een man die ze had ontmoet op een science-fiction conventie. Maar Didi wist hen snel op te sporen via gemeenschappelijke kennissen. Ze overtuigde de man ervan dat Gypsy minderjarig was, ondanks dat Gypsy op dat moment al 19 jaar was. Didi was woedend dat ze ontsnapt was en sloeg de computer van Gypsy kapot met een hamer. Ook dreigde ze. Dat als ze nog een keer zou weglopen, een hamer op haar vingers zou slaan. In de weken die volgden heeft ze Gypsy mishandeld en vastgebonden en ook ontzegde ze haar vaak om te eten. Uiteindelijk lukte het Gypsy om weer online te komen. Ze werd lid van een christelijke datingsite, waar ze Nicolas ontmoette. Een jongen die lijdt aan autisme en meerdere alter ego's, maar hij heeft geen gewelddadige voorgeschiedenis. Ze vertelde hem de waarheid over de gruwelijkheden van haar moeder en vroeg hem uiteindelijk om haar moeder te vermoorden, zodat ze samen konden zijn. In juni van 2015 kwam Nicolas naar haar huis toe en stak Didi 17 keren neer in haar rug met een mes terwijl Gypsy, met haar handen over haar oren, in de badkamer wachtte tot het voorbij was. Vervolgens vluchtten ze samen naar het huis waar Nicolas samenwoonde met zijn ouders. Twee dagen later werden ze gevonden door de politie en gearresteerd. Gypsy had toen al twee keer een bericht gedeeld op het Facebook-account, die ze deelde met haar moeder, met het bericht Die bitch is dood. Later legde ze uit dat ze de berichten plaatste omdat ze wilde dat het lichaam van haar moeder werd ontdekt. Dankzij deze berichten op Facebook kon de politie het IP-adres achterhalen en de arrestatie in gang zetten. Gypsy was op dat moment 24 jaar oud en haar toenmalige vriendje was slechts 25 jaar oud. In juli 2016 pleitte Gypsy schuldig aan tweede graads moord, waarvoor ze, dankzij de verzachte omstandigheden van de relatie met haar moeder, slechts tien jaar cel kreeg opgelegd. Nicolas was stapelverliefd op Gypsy en wilde er alles aan doen om samen te kunnen zijn. Omdat het Gypsy haar idee was om haar moeder te vermoorden en hij zegt dat zij het mes heeft overhandigd, kozen de aanklagers ervoor om de doodstraf niet na te streven en kregen in 2019 een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Zonder de kans op vervloekte vrijlating. Nicolas zal de rest van zijn leven achter de tralies blijven. Vind jij dit een eerlijke straf? Laat het weten in de comments. De relatie tussen Gypsy en Nicolas strandde al snel na de moord. En een aantal jaren later, gedurende haar gevangenisstraf, gaat Gypsy een relatie aan met haar penvriend Ryan Anderson. Anderhalf jaar later verloven ze. En in juni van 2022 stappen ze samen in het huwelijksbootje vanuit de gevangenis. De nu 32-jarige Gypsy werd op 28 december 2023 voorwaardelijk vrijgelaten nadat ze 85% van haar straf had uitgezeten. Gypsy vertelt na haar vrijlating het volgende: Niemand zal mij ooit horen zeggen dat ik blij ben dat ze dood is of dat ik trots ben op wat ik heb gedaan. Ik heb er elke dag spijt van. Eerst was ik heel boos op haar, erg in de war. Maar ik begrijp dat ze veel mentale problemen had. En dus denk ik dat dit mij naar een plaats van vergeving heeft gebracht door gewoon te proberen te begrijpen waar ze vandaan kwam. Ik geloof niet dat ze slecht was. Ik zat in een kleine kokom. En nu ik vrij ben, ben ik als een vlinder tevoorschijn gekomen. Een dag na haar vrijlating postte ze haar eerste selfie op social media. Daaronder schrijft ze mijn eerste selfie van vrijheid. En sindsdien houdt ze haar volgers op social media op de hoogte van de hereniging met haar familie en haar nieuwe leven in vrijheid. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal en klik op het belletje zodat je geen enkele video hoeft te missen.